talloze soorten. Veel daarvan verhullen zich door een bijna perfecte camouflage. Een hengelaarsvis. Die heb je in zowat alle kleuren. Ze zien eruit als een onschuldige spons. En hengelaarsvissen hebben een geheim wapen. Een lokaas. Maar hoe knap de vermomming van het roofdier ook is, zelfs kleine visjes kunnen misleiding vaak heel goed doorzien. De koraalvlinder had geluk. Maar de hengelaarsvis heeft een trage stofwisseling. En hoeft maar om de 2 weken te eten. Jagen lijkt de heersende wet in deze wereld. Maar het geheim om te zien wat er werkelijk gebeurt, ligt in het nog beter kijken. Koralen zijn dieren, maar er leven algen in die voedsel kunnen maken uit zonlicht en koolstofdioxide. Koraalriffen lopen dus op zonne-energie. Andere koralen, zoals zachte of waaierkoralen, filteren hun voedsel uit de stromingen. Kleine, bloemachtige polypen vangen plankton met stekelige tentakels. Tussen de takken verschuilen zich veel dieren. Bijvoorbeeld dit fabelachtige visje. Een pygmeezeepaardje. Niet groter dan een gummetje. Elk soort pygmeezeepaardje is afhankelijk van een specifiek soort zacht koraal. Slijmvissen schieten door de stroming om stukjes plankton te pakken. Hun kleine kraaloogjes spieden naar gevaar en kijken naar 2 kanten tegelijk. Ze zijn afhankelijk van lege schelpen om in te wonen. Waar je ook kijkt, overal leven en werken dieren samen. De meeste anemonen zijn verankerd in het rif. Op de harde kalkstenen kunnen de anemoonvissen veilig hun eitjes leggen. Maar sommige anemonen leven in het zand. Deze vissen hebben geen vaste ondergrond voor hun eitjes. Een kokosnootschil zou hier geschikt voor kunnen zijn, maar die ligt te ver weg. Anemoonvissen kinderkamer. In piepkleine hartjes klopt nieuw leven.
buiten het rif lijkt een onderzeese woestijn. Toch leven hier veel dieren. Buisalen richten zich tot meer dan 2 meter boven hun hol op om zich te voeden met plankton dat door de stroming wordt meegevoerd. Een kokosnoot-octopus snapt dat voor de beste effectiviteit de 2 helften op elkaar moeten passen. En dit is een prima uitkijkpost om op een prooi te hazen. Na het diner vertrekt de octopus weer. Giftige stekels. Als je klein genoeg bent, zijn de vlijmscherpe stekels een goede schuilplaats. Deze krab heeft een goede manier gevonden om niet door een octopus te worden opgegeten. Hij moet alleen houvast zien te krijgen. Nu is de krab beschermd en de zeeegel krijgt een gratis lift. Overal in deze wereld zijn soorten afhankelijk van elkaar. Aan de andere kant van de Stille Oceaan groeit in het donkere water, onder de klippen van de Californische kust, een onderzees woud. S'morgens zijn slaperige zeeotters zich urenlang aan het wassen en wrijven isolerende lucht in hun dichte vacht. Moederotters tonen eindeloos geduld als hun jongen vroeg wakker worden en de aandacht opeisen. Onder het wateroppervlak ligt een schemerwereld van serene schoonheid. De bewoners zijn onontkoombaar met de kelp verbonden. Slangsterren overdekken het rif met kleur en strekken hun vederige armen uit in de stroming om voedsel te vangen. Een paar roodbaarzen betwisten elkaars territorium. Het ziet er ongemakkelijk uit, maar ze doen elkaar geen pijn.
Een ruzie tussen Californische lipvissen is zelfs nog minder gewelddadig. Dit is geen bekvechten, maar mondvechten. En geen vis kan dat zo goed als de snoekslijmvis. Snoekslijmvissen regelen hun geschillen op een beschaafde manier. De vis met de grootste mond wint. De Garibaldi-juffer heeft heldere kleuren om een partner te lokken. En soms vind je voedsel gemakkelijker in het zand. Helaas verbergen zich daar zeeengelen, een haaiensoort. Deze haai had geluk. Soms moeten ze het weken zonder eten doen. Ze stelt de val opnieuw in en gaat weer heel lang liggen wachten. Voor een zeeleeuw kunnen lange, vredige dagen een beetje saai worden. Zowat alles is geschikt om mee te spelen. Zelfs het afgelegde panzer van een langoest. Het is soms moeilijk te zeggen of een zeeleeuw iets met een reden doet, of maar een beetje gek loopt te doen. In een tropische zee, duizenden kilometers hier vandaan, glijdt een vriendelijke reus over een zandvlakte. Hij zwerft al ruim 70 jaar door deze wateren. Op zijn gemak. Een doejong, een zeekoe. In gezelschap van een school gouden makrelen. Hij eet alleen zeegras. De doejong geniet van zijn heerlijke salade, maar verstoort daarbij kleine garnalen die in het zand verscholen zitten. En de makrelen happen onmiddellijk toe. Die op de doejong zitten, hebben een onsmakelijk geheimje. Ze eten de ontlasting van de doejong. Jazeker, ze eten doejongpoep. Als de doejong nodig moet, vechten een stuk of 10 remora's agressief om hun maal. En de doejong vindt dit hele gebeuren nogal ongemakkelijk. Remora's verlossen de haaien van parasieten. Ik vind het
this gift for parasites. Overal op het RIF verzorgen schoonmakers hun klanten op locaties die poetsstations worden genoemd. Sommige vissen en garnalen zijn gespecialiseerd in schoonmaken. Deze partnerschappen bezorgen de schoonmakers voedsel en verbeteren de gezondheid van hun klanten. Een reuzenmanta nadert een lage onderzeese berg. Bij deze verzonken bergtop komen engelvissen bijeen om gevleugelde reuzen te verzorgen. Kondigt ook een jaarlijkse invasie aan, net voorbij het kelpwoud. Komen ze bij elkaar om te paaien. Mannetjes grijpen de vrouwtjes met armen vol zuignappen die rood oplichten van opwinding. Na het paren dalen de vrouwtjes af naar de bodem om hun eitjes te leggen. Stervende inktvissen zijn een feestmaal voor de aaseters van de zee. Maar de inktvissen hebben hun erfenis nagelaten.
Over 10 dagen zullen deze doorschijnende pakketjes openbarsten en de zee overspoelen met een nieuwe generatie. Deze garnaalachtige diertjes behoren tot de belangrijkste soorten in de oceaan. Ze trekken het grootste dier aan dat ooit heeft geleefd. De blauwe vinvis. Als hij zich op de kril stort, zet zijn keel uit tot een omvang waar een olifant in past. Deze spectaculaire reuzen leven uitsluitend op kril. Het is ironisch dat het grootste dier dat ooit op aarde heeft geleefd volledig afhankelijk is van zulke kleine beestjes. Als de kril zou verdwijnen, zouden duizenden andere soorten ook uitsterven. Het verlies van elke soort brengt direct ontelbare andere soorten in gevaar. De gezondheid van de oceaan hangt af van zijn enorme biodiversiteit. Overbevissing is verwoestend voor de biodiversiteit in zee. De laatste 50 jaar is 90% van de grote vissen gevangen. Als een soort in aantallen afneemt, volgen tientallen andere. Door de rand van uitsterven bejaagd. Ze worden nu beschermd in het Channel Island National Park en nemen weer een aantal toe. Dankzij een visverbod in Florida is het uitsterven van de Itayara afgewend. Nu komen deze 225 kilo wegende baarzen weer in grote aantallen bijeen om te paaien. De bedreigde zeeschildpad wordt nu door veel landen overal ter wereld beschermd en is weer sterk in opkomst. Is uitzonderlijk veerkrachtig. Als we ze de kans geven, kunnen zeepopulaties zich herstellen. Zullen hun leven lang blijven rondzwerven in deze stille wateren.